nieren zijn een van de belangrijkste organen van het uitscheidingsstelsel. We gaan het hebben over hun ligging, de bouw en de werking. Nu, waar zijn die nieren nu juist gelegen? Wel, ze liggen redelijk hoog in onze buikholte. Ze liggen links en rechts van de wervelkolom en zijn volledig omgeven met vet. Wanneer we de nier macroscopisch gaan bekijken, en daarmee wil ik zeggen met het blote oog, zonder gebruik te maken van een vergrootglas of microscoop, dan zien we dat de nier een bruinrode kleur heeft en dat hij ongeveer 10 centimeter lang en 6 centimeter breed is. We zien dan ook drie buizen vertrekken vanuit onze nier. De ene is de nierslagader, die afkomstig is van onze aorta. Dan hebben we een nierader, die dan verder gaat lopen met zuurstofarm bloed richting onze onderste holle ader van ons hart. En dan hebben we ook nog een urineleider die naar onze urineblaas gaat. Als we dan een lengtedoorsnede gaan maken van onze nier en we kijken eventjes naar de binnenkant, dan kunnen we drie grote delen onderverdelen. We hebben buitenkant nierschors, in het midden niermerg en dan uiteindelijk ook het nierbekken aan de binnenkant. De buitenkant, dus de nierschors, heeft een bruinige kleur, een rode kleur en is redelijk effen. In het midden hebben we het niermerg en dat heeft kegelvormige structuren en dat noemt men de mergpyramide. Aan de top van die mergpyramide hebben wij mergpapillen die uiteindelijk gaan uitmonden in ons nierbekken. En het nierbekken gaat dan uiteindelijk uitmonden in onze urineleider. Nierbekken is een witachtige structuur. En tussen het nierbekken en het niermerg, daar hebben we een overgangetje daartussen en dat is onze nierkelk. We gaan de nier nu een beetje van dichterbij bekijken. Daarvoor hebben we een microscoop nodig en daarom noemen ze dat ook de microscopische bouw van de nier. Wanneer we dus die nierschors onder de loep gaan nemen, dan zien wij daar een nierlichaampje. Dat nierlichaampje bestaat uit een kluwen van haarvaten met daar rond een nierkapseltje. Dat nierkapseltje loopt dan verder in een nierbuisje en rond dat nierbuisje heb je ook weer haarvaten. Die haarvaten en nierbuisjes hebben ook een hele dunne wand. En dat is ook nog wel belangrijk voor de werking, voor het produceren van de urine. En daar vertel ik je zelfs nog wel wat meer over. Nu, dat nierbuisje en die haarvaten, die bevinden zich niet meer in nierschors, maar wel in het niermerg. Dat nierbuisje komt dan uiteindelijk in een verzamelbuis terecht, dat dan nog naar ons nierbekken uitmondt. Wist je dat er in ons lichaam zo'n 5 liter bloed doorstroomde? Wel, van dat 5 liter bloed stroomt er zo'n 1500 liter doorheen onze nieren om zo'n 1,5 liter urine per dag te kunnen maken. De ene produceert natuurlijk een beetje meer urine dan de andere. Nu, hoe wordt die urine geproduceerd? Alles begint met ons nierlichaampje. In ons nierlichaampje, en dan wel meer bepaald ons nierkapseltje, gaat heel wat afvalstoffen uit ons bloed opnemen. Dat wil zeggen afvalstoffen, maar ook water, een heleboel zout en ook een aantal nuttige stoffen zoals glucose en aminozuren. Vanaf dat ogenblik spreekt men van voorurine. Nog niet de echte urine, maar voorurine. Dan stroomt ons bloed dus verder, onze urine, onze voorurine, stroomt dan verder naar onze nierbuisjes. En in dat nierbuisje gaat 99% van het water dat daar juist is opgenomen, terug afgegeven worden aan ons bloed, als ook de aminozuren en de glucose zal terug worden afgegeven. Vanaf het ogenblik dat dat allemaal teruggegeven is, en dat proces noemt men resorptie, dan spreekt men van urine. Die urine zal dan weer verder geleid worden naar onze verzamelbuis. Die verzamelbuis komt dan uit in onze nierbekken. Ons nierbekken gaat dan via de urineleider tot aan onze urineblaas. De urineblaas gaat dan met een urinebuis naar buiten en daar stroomt de pipi dus naar buiten. Nu, van al dat urine gesproken, ik moet toch wel heel dringend gaan ook. Dag!